welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Adult Swim anime Ninja Kamui. En Ninja Kamui is dus een samenwerking tussen het Amerikaanse Adult Swim en een echte Japanse anime studio. En ik heb dus ook een beetje random een aantal afleveringen in het Engels gekeken, omdat ik dacht dat dat de originele dub was, maar uiteindelijk ben ik overgeschakeld naar Japans. Maar ik moet wel zeggen dat de Engelse dub in dit geval ook zeker wel goed in elkaar zit. Het stemwerk wat daarvoor geleverd is deze serie zeker wel waardig. Maar toch, omdat het om ninja's gaat, is het uiteindelijk natuurlijk wel het beste om deze serie gewoon in het Japans te kijken. Want Ninja Kamui speelt zich af in een futuristische wereld en gaat dus op een bepaalde manier een beetje over een soort van cyber ninja's. We volgen dus één man, Higan, die met pensioen gegaan is als ninja zijnde. Zijn vrouw was ook een ninja. Ze hebben samen dus een kind en ze leven gewoon vredig undercover. Maar in de eerste aflevering gaat het allemaal mis wanneer een oude ninja organisatie dus besluit om de familie van Higan gewoon af te slachten. En dat zet dus een wraakmissie in voor de rest van dit seizoen. Nou ja, uiteindelijk voor de rest van deze serie, denk ik. Want de hele situatie is dus nog niet helemaal opgelost met deze eerste 12 afleveringen. En ik ben dus ook wel blij dat het erop lijkt dat we gewoon een tweede seizoen gaan krijgen. En de toon wordt meteen gezet voor de rest van dit seizoen met die eerste aflevering. Want de manier waarop de familie van Higan dus doodgemaakt wordt, is best wel bruut. En je merkt dus ook door dit seizoen heen dat zowel vrienden als vijanden gewoon op elk moment kunnen doodgaan. Dit is wel een serie die niet echt voorzichtig is als het aankomt op characters killen. Maar tegelijk denk ik dus wel dat ze meer dan genoeg hebben opengehouden om zeker minstens nog een volledig tweede seizoen mee te dekken. Maar misschien uiteindelijk dus ook nog meer dan dat. Want je krijgt door dit seizoen heen ook best wel veel flashbacks van het oude leven van Higan, waarin hij dus ook actief was als ninja samen met zijn vrouw. En hij en zijn vrouw zaten toen dus ook in een soort van Team 7-achtige situatie. En je zou dus kunnen zeggen dat Higan dan Naruto is, die uiteindelijk eindigt met zijn vrouw Sakura dan. Dus in dat opzicht is het een klein beetje anders. Maar zij, het derde lid van dat team, is overduidelijk wel echt een Sasuke-type gewoon. Maar dan dus een beetje de duisterdere kant van Sasuke wanneer die wegrent en zo. Want zij wordt ook vanaf het begin van dit seizoen al opgezet als echt een van de gevaarlijkste ninja's in heel die wereld met de bijnaam de Reaper. En de opbouw naar hem toe is dus ook zeker wel waard. Maar dat is dus ook een personage die gewoon zo interessant is neergezet dat ik daar ook gewoon nog een heel stuk meer van wil zien in het tweede seizoen uiteindelijk. De serie maakt wel af en toe een beetje gebruik van 3D animatie, wat voor anime's niet altijd even goed gaat. Maar ik denk dat het voor Ninja Kamui uiteindelijk dus wel heel erg mooi is uitgepakt. De animatie is echt super vloeiend. De art ziet er gewoon heel erg mooi uit. En ze hebben dus ook oprecht hele epische vechtchoreografie. En voor een soort van futuristische ninja's mag dat dus ook wel. En het Kamui gedeelte uit de titel slaat dus op een bepaald soort samurai-achtig pak wat die ninja's ook kunnen aandoen. En daarmee veranderen ze dus echt in een soort van robot ninja's. En in de momenten waarin er dus twee Kamui's het tegen elkaar opnemen in deze serie, dat is dus ook wel een beetje het piek qua vechten en animatie choreografie en zo. En die dingen zoals de Kamui pakken samen met het mysterie wat een beetje rond die hele ninja organisatie hangt, dat zijn gewoon dingen waarmee ze nog veel meer kunnen doen en dingen kunnen uitbreiden in komende seizoenen. Dus ik hoop oprecht wel dat Ninja Kamui die kans gaat krijgen, want dit was gewoon een hele leuke verrassing met dit eerste seizoen. Het kwam wat mij betreft dus een beetje uit het niets, maar ik ben echt heel erg onder de indruk. En sowieso hebben we allemaal een beetje een zwak voor ninja's en zo, en dit is dus een beetje een soort van die cyberpunk-achtige stijl van ninja's waar we nog niet echt op deze manier zo'n soort serie van gehad hebben. Dus ja, ga Ninja Kamui checken. Hij is nu te streamen op HBO Max en het is wat mij betreft dus zeker de moeite waard. Laat me weten wat jij ervan vindt daarna. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.